cycle langs met harde ook ontvangen. When did he arrive? Well, that's the strange thing. Zijn man met hard kan slaan in Giovanni Proteus, maar net niet vanavond met zijn kakebeen aanval niet. Maar Dennis de Bali gaan die mannen... Ladies and gentlemen, Tom Proud spoke out this evening and challenging for the South African middleweight title. Please welcome Giovanni Pretorius. I like to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a physical contest. You're gonna give your heart and your soul. This is real. This is 101. Yeah, here we go. Are you ready? Can you withstand the pain? Well, let's go. Up in the ring, there's no peace. It's all about survival. And who is the best in this physical contest? Which man can withstand the pound? Hit this when it's just the 12 all around. To the body, don't see your face. The message in your mind leaves the aftertaste of disappearing in determination with no hesitation. As you face it, when the carry is stripped from your back, you can't withstand this type of attack. You see here, started at the tender age of 12, had a run and love to protect yourself. Just make time. And the champion, Simon Maseko. Judge Len Hunt, Alpha Kwana, and Wally Snowball, and our referee, Mr. Godfrey Meyer. Well, it's time for our third bout this evening, and please welcome on my left. He's fighting out of the blue corner. He's wearing the blue and white trunks, weighing at 71.94 kilograms. His fight record, 20 fights, 19 wins and one draw, ranked number four in the world, Giovanni Pretorius. And in the red corner, wearing the white and blue trunks, weighing at 72.4 kilograms, his fight record, 11 fights, 8 wins and 3 losses, wearing the old buck belt, the current South African middleweight champion, Simon Maseko. Deze kampioenschapsgordel gezien des het gang. De Afrikaanse middelgewichttitel, deze kampioen in beeld. Simon Maseko en zijn tegenstander vanavond, die onoorwonne Giovanni Pretorius. Mees hoop, Andries, dat hierdie gevecht vanavond dan van Maseko beter zal verloop als zijn vorige gevecht. Dit is natuurlijk waar die ongelukkige voorval in die kaap plaasgevind het, toe daar een skietvoorval plaasgevind het in die gevecht, als er niet gevecht te klaar is. Ja, Giovanni Pretorius heeft een baie goede kans vanavond hier om die SA-titel in te palmen. Hij moet niet weer haastig te werk gaan. Maseko is een moeilijke tegenstander, alhoewel hij onervaren is. Maar ik weet dat Giovanni Pretorius het winnaar gescoord en net opnieuw binnen die einde van die laatste ronde heeft gewonnen. Hij houdt van hem ingeklimd. Hij kan ook niet meer met de scoren doen. En ik denk Maseko zal op zijn allerbeste moeten zien vanavond als hij de titel wil bouwen. Dan Andries, ik denk ons kan uitzien nou op een wakker gevecht. Eerste ronde van die gevecht dan, zijn Afrikaanse middelgewichttitelgevecht, Giovanni Pretorius tegen Simon Maseko. Giovanni Pretorius nog onoorwonne in die beroepskryd. En zijn laatste 10 gevechten, wat allemaal geëindig het voor die bestemde klokgeluid voor die 10e ronde. Zijn laatste 10 gevechten met uitloophouden of technisch uitloophouden gewet.
Maar zeker natuurlijk verrast toen hij de Suid-Afrikaanse titel bij Mark Cameron afgeneem het. Maar Mark Cameron was ook een van die mannen met een zachte kakebeen en een klein harkie. Wat die baie lus was te bekleed daar die dag niet. Maar mensen wil niks wegvat van Simon Maseka van die heer zelf in Taikoland. Maar wat gewoonlijk oor baie goeie stamina beskik, Maries. Ik denk dat Pretoria graag hierdie gevecht zo gauw als moontlik sal wil beëindig. Maar ik kan zien Maseka wat sy kop wegsteek daar. En dit kan gevaarlik wees teen Giovanni Pretorius, want hy sien nie vir Pretorius nie, hy sien daar hy hou nie, kom nie. En hy gaan homself in een van daar hy hou vastloop. Goeie lijf opgestaan hier Giovanni Pretorius. Twee boksers wat hier onder groot toejuiging in die kruid geklim het hier by die karousel. Skare wat uitsien na hierdie gevecht. Eerste ronde van die gevecht dan. Kampioen. San Maseku en die uitdager Giovanni Pretorius. Giovanni Pretorius het natuurlijk hier een gewichtsafdeling opgeskuif het. En naar die middelgewichte toe. Hij het van de voren als een doene middelgewicht gevecht. Giovanni Pretorius wat in 1995 4 gevechten gehad het. De laatste tegenstander het gevecht in jaar op 17 februari toe hij afgereken het met Antonio Fernandez die bij de carousel met uitloop hou in die 7e ronde. Fernandez natuurlijk van Engeland. Zeker wat daarvan hou om die lijf uit te vallen wanneer Pretorius voor hem komt. Maar dan laat Sakkers die kop, draait die kop weg van Pretorius af. En hij kijkt niet waar die hoofd naar komt. Stop! En Maseko moet hemzelf verzekeren dat hij zijn geen genade van Pretorius ontvangt als hij in de moeilijkheid is. Nu gaan we lekker daarvan Maseko weer gekomen. Giovanni Pretorius wat natuurlijk Suid-Afrika bij de Olympische Spelen in 1992 verteenwoordig het in Barcelona. Hij heeft een baie goeie amateurrekord gehad. Net na de Olympische Spelen het hy besluit om dan die amateurkruid vir die beroepskruid te vragen. Goeie link en een prachtig oude afslaan weer. Giovanni Pretorius aan de rechterhandse treffer. Pretorius pak om naar leiding kampioen. Goeie overdag het vir Maseko getreffer. En nou met Pretorius afrond die klok gaan omred, maar dit was een goeie combinatie daar Andries en dit moet vir hom baie baie selfvertrouwe gegee. Beslis John, en dit is nie wille hoog geweest wat er Maseko daar getref het nie. Hy het mooi gekyk waar hy daar die hoog van hom plant en was in die gesig, op die kol. Een kommerde hoek van die kampioen, Maseko wat daar getref is, al die banker wat hom daar getref het Andries. En hy het op sy veldpak beland. En het sal interessant wees om dit weer te zien. En door Jeb, het is Steve Jeb, niet door Steve Jeb, niet John. Wie ziet hij die ook goed? Oké, deze kant. Nee, ik doe dat. Left hook as well, hè? That's your right to when you come back with a left hook. Don't be in a hurry. And listen, everything after the jab. Don't do your right side. Rechter aan de rechter wat treft. Goeie rechter. En hij gezegd daar. Pretorius in daar heel ongesprongen. Ronde nummer 2. Pretorius op de aanvalspad. In de eerste ronde heeft hij Maseko laat harpuis ruik. Raad van meneer Nick Durant was dat Pretorius niet te wild moet raak nie. En Maseko kan met recht bekommerd wees. Want die slaankracht van Giovanni Pretorius aan het probleem van hand. Een middelgewicht titel wat op die spel is. Maseko wat die kampioen is, sy uitdager vanavond. Een baie gewillige Giovanni Pretorius wat die titel syne wil maak. Dit lyk so af my of Maseko bang is vir Pretorius. Maar aantrek en daar vir Pretorius met een goeie rechter. Hy het per Pretorius geskit en daar jou John. Ek het net gesê dat hy lyk of hy bang is per Pretorius houwe. Dus die wat hy sy kop wegdraai. Maar hy het self goed teruggekom daar met een goeie rechter. En Pretorius kan nie bekostig om te veel van daar die auto ontvang nie. Wel, precies wat hy nie wou gehad het, Pretorius nie. Skien te gerust geraak. Maseko wat om daar met een goeie hou getref het. En Maseko wat weer getref het met een rechter.
En Pretorius wat nou skielik is, die skoen nou aan die ander voet. Nou een linker van Pretorius wat weer deurgekom het Andries. Dit is een goeie geveg hierdie. Skare wat waarde vir hulle geld kry. Boksers wat behoorlik slaai deel Andries. Mooi regheid hou wat Pretorius slaan. Regheid linker in die gesig van Mosekou. Pretorius wat sy hande mooi hoog dra Andries. Ja, die linkerhand van Pretorius het gewoon baie punte insamel daar. Gebruik die regheid linker baie mooi. Wilde swaai hou van Pretorius wat in niemands land is. Harien is ook te kort. Maar Mosekou wat ook nog voor hem te kom probeer Pretorius ten die touwe vastdruk. Mosekou wat hy kop van hom baie laag in... Ja, kom Andries, en dit gaan natuurlijk ook voor een opstopper, nee? Ja, en hy hou wat hy staan, bietjie laag. Maar Mosekou hou daarvan om die lijf aan te val. Maar teen Pretorius kan het om duur te staan kom, want hy laat homself loop. Skade wat Pretorius aanmoedig. Nou werkelijk waar hierdie twee mannen wat mekaar met alles probeer slaan. Regheid linker wat deurgekom het van Mosekou. Nog een linker in die gesig van Pretorius. Pretorius wat probeer om sy man om te draai. Pretorius wil hom nou tref met daar rechter hier teen die touwe, maar is Mosekou wat mooi wegbeweeg. Pretorius bietjie te wild met sy aanvallen, John. Hy beweer te hard slaan. Wie gaan nou eerste tref met daai groot hou? Tweede ronde, 10 sekondes oor, is Pretorius wat so bijna tref met daai rechter. Maar hy het nie behoorlik getref nie, bloed nou hier uit die neus van Mosekou. Pretorius wat die tweede ronde baie goed en baie sterk eindig. En die einde van ronde nummer 2, aksievolle ronde Andries Steyn. Baie beter ronde gewees door Simon Mosekou. Pretorius het nie alles sy eie gehad nie. Hy het een paar onnodig gehou vir die Pretorius. Sy handen was heeltemal te laag toe hy die aanval gedoen het. Maar ons hoor het sê wat sê in die dag van Mosekou. Daar is die goeie rechter van Mosekou wat vir Pretorius getref het. Alles net omdat Pretorius te plat goed voor Mosekou stilgestaan het en harder aan die rechterhand, linkerhand geslaan het. Maar dit is weer Pretorius wat hem met die goeie rechter getref het. En dan is die opstopper van Mosekou daar mooi opgevolg word met linkerhaken wat Pretorius getref het. Ik denk dat het nu voor een hele jaar rond wat Pretorius hem zelf moet bedaar. En achter de rechter linkerbox. En meer zou hij uitkies. Lijkt of hij dit kan doen, maar dan laat waai weer met haar rechter van om dus naar Pretorius. Natuurlijk die adrenaline wat ook komt. Je weet, hij weet dat hij vecht voor die Suid-Afrikaanse titel. Dus eenmalige geleentheid wat je krijgt. Natuurlijk, hij is oorweldig met die feit dat hij zijn tegenstander die eerste ronde plat geslaan het anders. John, het kan natuurlijk ook wees dat Pretorius is gewoon af. Aan dat zijn tegenstanders niet die gevecht klaar maken en hij wil elke gevecht met de uitloop winnen. Niet een slechte idee, nie, maar al die boxers is niet hetzelfde. Het heeft net een slechte gewoonte, we slaan terug. Wel, ik klok het gewis van Mosekou in de einde van de eerste ronde gereed. Rechter wat treft van Mosekou, maar Pretorius wat terugkomt zelf met de rechtheid linker, links-rechts combinatie, linker in het gezicht van Mosekou weer. Zie, Mosekou, het gaat niet goed werken. Hij maakt meer op lijfzwaaien gebruik, maar eindelijk, hij maakt meer op lijfzwaaien staat, want hij gebruikt zijn voeten om weg te bewegen van Pretorius af. Hij staat bij het plat goed, Mosekou. En Mosekou's verdediging is maar zwak. Maar als Pretorius wat niet gewoond is om die volle duur van een gevecht te boksen, mens weet niet of hij nog zo sterk zal zijn bij die 12e ronde. Nie, want hij is niet gewoond, hij is gewoond dat als het tegenstanders val, voor die tijd. Maar Pretorius wat knaand op die aanval blijft, John. Hij staat niet voor een oomblik terug. Hij heeft geweldige, goede stamina. Dat is een paar meer bedeesde derde ronde.
dan wees, laat die twee boxers so 'n bietjie rus en dan die laaste 40 of 30 sekondes van die rond is alles gaan gee om die boer die laaste beindruk. Pretorius wat ook nou 'n bietjie bedaar het. Aksievolle gevecht tussen hierdie twee boxers, Giovanni Pretorius, die uitdager, en Simon Maseko, die Suid-Afrikaanse middelgewigkampioen. Ja, maar zeker zien dat hij daar doet. Nou vast, Pretorius linkerarm, maar dan is het Giovanni wat met die rechter opstoffer in die binnengevecht treft. In plaats van dat Maseko zijn handen intrekken om zichzelf te beschermen. Maar voor mij lijkt het of Maseko zwaar asemhaal. Oomlik gelyk of Pretorius daar hou gekry het, maar hy het net terug beweeg en toe sy voete so half onder hom uitgevlei. Half van balans af gewees. Wat nie hou wat hom daar byna neergeval het nie. Goeie linker weer uitgestoot deur Pretorius, einde van ronde nommer 3. Een ding wat Maseko sal moet weet vanavond, hy sal met geweldig pukkies om hierdie 12 rondes op sy voete te bly, John. Kom eens hoor wat sê meneer Nick Durant. I need to be tight, hè? Baby, I need to be tight. Okay. We're only going into the fourth, huh? It's three hard rounds. Okay? Take your time, don't throw anything. Stretch, stretch. Hierna natuurlijk die wereldtitelgevecht. Jani Bungo. En hij is bezig om op te warmen aan de kleedkamer. Dus IBF junior veergewicht kampioen. En hij verdedigt dan vanavond het gevecht net hierna zijn titel tegen Pablo Osuna van Colombia. Vierde ronde, Giovanni Pretorius, tegen de kampioen. Suid-Afrikaanse middelgewicht kampioen Simon Maseko. Baie interessante gevecht, actievolle drie rondes wat ons gezien het. Maseko wat in de eerste ronde op die planken was. Pretorius op die aanval, en nou Maseko wat net belangstel om vast te hou. Maar is waar wat jy sê, Andries, Maseko is platvoets en ek dink sy fiksheid begin 'n probleem raak. Ja, nou dink die onervarendheid van Maseko ook, John kan nie keer om tel. Hy weet nie hoe homself te hanteer wanneer hy onder druk geplaas word nie. Hy weet nie, hy weet as een man in die donker kamer kom, hy weet om uit te kom. Als je eerst in die donkerkamer was en je daar uitgekomen, dan weet je waar het gaat. Wel vooraf gesê dat hij in een puik staat van africhting is. Maar hier hou van Pretorius wat sy tol begin huis. Weer een linkera in die mond. Pretorius wat nou tref. Skoner hou in die vierde ronde kom van die uitdaging. Reguit linker in die gezicht. Mooie rechterlinkers wat Pretorius aangebruik. Daar rechter de hoofd van Pretorius is gewoon goed daar, want Maseko het nie antwoord voor daar hou. En nou is het ook zo, Andries, let op, dat Pretorius ook baie hou kry. Misschien wordt hieruit te veel onnodig, dat ik wil sê. Want het is nog altijd Pretorius een probleem. Sy verdediging is een beetje verdag. Hij is geneigd om te veel hou te verduur. Niet wat oorblij in de ronde nummer 4. Oh, dit was een goede hou geweest daar, Andries. Dit was een baie goede hou. En Pretorius is nu op die aanvalspad. Hij wil die titel zijn maken. Rechter wel al getreffen. Nu valt hij die lijf aan. Maar zeker heb ik gedaan. Nog één goede hou en ik is bevreesd. Dat is die einde van Maseko. Maseko wat nu net pas hou. Let op hoeveel min hou wordt geslaan door Maseko. Ja, maar nu maakt Pretorius die fout daar om tegen Maseko te staan. En toe te laten dat Maseko zijn handen vasthoudt. In plaats van weer weg te staan en dan moet daar je rechter en rechterlinker los te trekken. Pretorius wat probeert om hier tegen die touwen vast te druk. Pretorius wat net wacht om te laten paai met die rechter van hem. Maar hij geeft niet voor hemzelf ruimte om die rechter te slaan. He. Ik denk maar zeker is een van die baie gelukkige Suid-Afrikaanse kampioenen.
die titel gewinnen bij Mark Cameron. Was het goede recht, het rechter wat voor Cameron getreffen. En dat was de einde van die gevecht. Maar nou is het zo natuurlijk dat hij weer harde houden beschikt, Andries. En als Pretorius misschien om onderschat, kan hij hem wel vastlopen. Een van mij harde houden. Maar ik denk dat hij niet genoeg kracht om op. Het lijkt niet zo niet, John. En hij heeft ervaring om dit te doen. Step up, come to side, bring a left hook. You heard him when you come and go left hook. Okay? Jab, left hook. Okay. Jab, step aside, come back with a left hook. Okay? Ja, hij lijkt klaar. Ik weet niet of Sammy Masego nog vier rondes zal gaan doen. Dit kamer van de uitdager vanavond, ja, Pablo Osuna. Dat gaat proberen om de wereld junior viergewichttitel af te nemen. Bij die Zuid-Afrikaner Bujani Bungo. Voor hem een groot geleentheid en dit aan die gevecht, net na hierdie Zuid-Afrikaanse titelgevecht. Vijfde ronde, Andries. Ja, het is kinder of Giovanni hier kan afrond. Want Maseko lijkt mij bij hem. Kan hij herstellen? Pretorius is scoren met Panther. Titel wat wint voor Giovanni Pretorius. Wat nou net vastval, vasthou. Pretorius, wat weer probeer met die rechter. As my seker hier hierdie ronde kan kom om self net te spaar. En Pretorius hy ook een afkeer, dat Pretorius hem ook moeilijk genoeg slaan. Dan kan hij hemzelf terugbekleden in die gevechten. Pretorius wat probeer met die opstopper. Dus alles daar, die korte houtje daar, die binnen gevechten met Pretorius punten inzamelen. Maar zeker wat daar in de rechtervechten niks doen, behalve zo'n vast te houden. Een of andere tijd gaan de rechter omtreffen, Andries. Net een kwestie van tijd. We gaan maar zeker op die kruisvloer belanden. Curious, wat nou ook proberen om je lijf aan te vallen van zijn tegenstander. Wat komt van Maseko. Blauwe oogjes. De tweede is wat treffen van de rechter. Maseko. Wat gewaarschuwd wordt dat hij vasthoudt. De tweede is wat hier in gevecht nu totaal overheers. Weer een linker rechts combinatie wat weer treft. Links-rechts combinatie wat weer gekomen. Maar als je nou oplet, John, daar hoofd van Pretorius met hij daar staan, is ook niet heel wat hij met kracht slaan. Dus alles net kort houtjes wat hij slaan om van punten in de samen. Dan is daar hij daar hoofd wat hij zo wat hij een afstand opslaan. Ja, hij gepakt naar zijn rechterkant toe. Dan krijg je zijn volle gewicht achter de linkerhakken wat hij daarmee voor Maseko getreffen. Maar Maseko wat nou feitelijk geen huis slaan, he, Andries, let op. Daar weer een beweging wat hij maakt, maar niet helemaal succesvol niet. 30 seconden is wat oorblij, dus Pretorius wat probeer om hier die gevecht te beëindig. Maseko wat moedig probeer, maar ik denk het is voorbij. Pretorius gaan het binnenkort afrond. Als het niet hier rond is, nie, is ik bevrees van het in die volgende twee rondes wees. En Maseko het feitelijk nou net de slaanzak geworden. Die titel is binnen bereik van Giovanni Pretorius. Gaan die klok om weer red as hy getref word met een linker. Nog een linker in die gezicht, nog een linker. Pretorius wat ook hier rondte baie makkelijk wen. En Maseko wat baie moedeloos terugstap haal. Baie tevreden Giovanni Pretorius wat in zijn hoek kan zijn. Ja, Maseko was zijn kop daar skit. En ik denk dat zal haar praat kos daar in die hoek van Maseko om te laten inkomen voor die zesde ronde. Daar die baie mooie rechterlinker van Pretorius wat daar voor Maseko getreffen. Daar amper geen verdediging aan Pretorius kant hij loopt, absoluut net door Maseko. En Maseko wat daar is een goede rechterlinker in die gezicht. En Maseko wat die kracht heeft om voor Giovanni Pretorius van hem weg te houden. Pretorius heeft het mooi onder daar de rechterhand van Maseko ingegaan. Spring voor hem daar, maar niet veel kracht achter daar hoog gekregen. Het is meer net een zwaaie hoog geweest. Welkom een riskans.
Van Giovanni Pretorius die zesde ronde sy ronde maak. Sy groot oomblik, die Suid-Afrikaanse middelgewigtitel. Maseko wat baie stadig uit sy hoek uitkom. Maseko wat hom vasloop in die linker. Pretorius het gesien dat hy traag uit sy hoek uitgekom het. Hy besef hy het 'n pragtige regter na lei. Die geveg is verby en die nuwe Suid-Afrikaanse kampioen is Giovanni Pretorius. Van Sanen Maseko gaan nooit daarop staan nie. Hy word uitgetel. Die wenner Giovanni Pretorius, onoorwonne. Meneer Nick Durant, baie bly en welgedaan Giovanni Pretorius. Baie mooie regter daar wat vir Maseko getrek. Was dit 'n kwessie van tyd in elk geval gewees? Nick Durant is oorstelp van vreugde. Hy is baie bly dat Pretorius hier vanavond die Suid-Afrikaanse kampioen geword het. Ik heb hier en daar die laatste hou wat voor Maseko getref, maar Maseko was heeltemal al reeds uit op zijn voeten geweest. Hij was niet meer lus om verder te boksen, John. Ik kan duidelijk zien, hij heeft net gewacht voor hou om te treffen. Daar is hij wat hem getref het. En hij had andere hou is dat ontvang vroeger in die gevecht. En ik denk hij dit maar gebruikt om uit die gevecht uit te komen. Wel, anders dit was duidelijk dat hij niet eindelijk uit zijn hoek wou komen. Nee. Hij is baie zwaar opgestaan. Maar nu moet ik hier zeggen, Andries, dat soos Pretorius vanaand geboks het, kan hy 'n trekpleister word vir die Suid-Afrikaanse bokspubliek. En dit is wat Suid-Afrikaanse boks nodig het, 'n man wat skares kan trek met uitloop hou. Dit is so, John, en weet dat in die jare van die Charlie Weir era was hy laas so 'n man gewees. Maar hier is die amptelike uitslag deur Dennis Dubali. Ladies and gentlemen, 24 seconds in the sixth round, our winner by knockouts, Giovanni Chocholosa No Mercy Pretorius! The New South South African middleweight champion! Giovanni Pretorius dan baie baie tevrede met homself. He's the regional sales manager of Olbak, presents the Olbak belts. En binnenkort dan die Suid-Afrikaanse middelgewigtitel gordel wat daarom sy middellyf vasgemaak gaan word. Giovanni Pretorius wat dan wen met uitloop hou. En hy gaan baie trots wees op daardie gordel van hom. Giovanni Pretorius, voormalige brandweerman van Johannesburg. En vanaand dan, die 15 April 1996, wat hy nooit maar nooit sal vergeet. Ja, dat is altijd een groot aand. Om een SA-titel te wen, John, is iets wat jy nie vergeet nie. Dit is een onvergeetlike oomblik wanneer hulle daar aankondig die wenner en nieuwe kampioen. Toe die nieuwe kampioen dan die geveg gewen, was een rechter wat getref het, dis droomland toe. En die nieuwe Suid-Afrikaanse kampioen, Giovanni Pretorius.